Zeer geëerde toehoorders, beste Carolien, zeer veel welkom vanavond bij dit gesprek. Wij zijn al heel kort geïntroduceerd, maar we hebben de gewoonte om onze spreekster nu vanavond zichzelf ook nog wat verder te laten introduceren. Maar misschien voordat zij dat doet, geef ik u even het format van deze avond. We hebben anderhalf uur tot onze beschikking. De gedachte is dat ik eerst begin met wat vragen te stellen gedurende zo'n 45 à 50 minuten. Daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Dus tijdens ons gesprek kunt u vast allerlei vragen bedenken, die nog niet zijn gesteld. Laat ik om te beginnen even kijken of we goed te horen zijn op deze manier. Kan iemand helemaal achterin ook zijn duim opsteken als het lukt? Ja, dank u zeer. Dat was het format. De aanleiding om Carolien de Gruyter uit te nodigen is veelvoudig, denk ik. In de eerste plaats misschien even checken wie leest haar columns in NRC Handelsblad. Nou, dat is een behoorlijke hoeveelheid lezerspubliek. Ik ben een groot bewonderaar van haar columns. Ik lees ze met immens plezier. En ik zal dadelijk... ik zal daar dadelijk iets over opmerken. Dat is één reden waarom we dit doen. Het tweede reden om haar uit te nodigen is dat zij binnenkort gaat verhuizen naar Oslo. Dus we hebben een interessante overgang zien we tegemoet, ook in de columns. En het is natuurlijk interessant om te weten waarom deze verhuizingen plaatsvinden en wat daar de achtergrond allemaal van is. En mijn laatste reden waarom ik zo ontzettend nieuwsgierig ben, heeft te maken met de politiek van de hedendaagse kranten. En daar ga ik misschien eerst nog iets over vragen. Die is namelijk dat de artikelen voor een steeds groter publiek geschikt moeten zijn en ook steeds korter moeten zijn. Terwijl de journalisten natuurlijk ontzettend veel meer weten dan in die artikelen staat. Dus mijn nieuwsgierigheid kent geen grenzen. Wij gaan allerlei dingen aan Carolien vragen die zij niet in de krant heeft kunnen schrijven om allerlei redenen. Maar misschien om te beginnen, als je jezelf zou willen introduceren. Je hebt een lange geschiedenis in de journalistiek. Je hebt veel rondgereisd. Misschien kun je even zeggen waar je allemaal gewoond hebt. En wat het betekent voor een journalist om buiten Nederland in andere landen te wonen. En ja, wat dat verandert in je wereldvisie, om het maar eens kort te formuleren. Nou ja, je mag mijn algemene vragen helemaal naar eigen inzicht invullen. Heeft u even. Om te beginnen, veel dank dat u allemaal gekomen bent om naar mij te luisteren. Als u het niet kan horen achterin, moet u het even aangeven ook. Hè? Ik ben altijd maar gewend om stukjes te schrijven waar ik ook zit in Europa tegenwoordig. En ik heb geen flauw idee wie dat allemaal leest natuurlijk. Ik krijg wel post, ik krijg mails, er wordt getwitterd en zo. Dus dat is wel iets meer dan vroeger. Ik herinner me dat er vroeger, toen ik nog in de Gaza-strook woonde, dat mijn hoofdredacteur dan brieven kreeg van lezers die heel beleefd vroegen of die mevrouw de Gruyter niet ontslagen kon worden. Tegenwoordig word je gewoon direct platgescholden via Twitter. Toch, ik ben altijd maar heel ver weg. En ik vind het heel leuk om te zien dat er zoveel handen omhoog gaan van mensen die mijn columns lezen. Ik heb, ik ben een beetje een rondreizende circusartiest. Ik ben ooit begonnen, ik denk dat ik de smaak te pakken kreeg in Joegoslavië tijdens de oorlog. Toen werkte ik nog voor Elsevier trouwens. Maar daar heb ik nooit gewoond. Dus ik ging altijd maar heen en weer naar verschillende plekken om die oorlog te coveren. Toen ben ik naar het Midden-Oosten gegaan. Daar heb ik 5 jaar gezeten. Midden-Oosten, vervolgens Brussel, Genève, weer Brussel, Wenen. En nu ben ik net sinds 1 week in Oslo terechtgekomen. Dus weer een heel andere... Maar goed, ik schrijf tegenwoordig alleen nog maar over Europa. Heel af en toe schrijf ik ook wel over dingen in het land waar ik, die gebeuren in het land waar ik woon. Maar eigenlijk alleen maar als ik vind dat ze internationale relevantie hebben. Dus heel veel stukken over Oostenrijk, toen ik daar 4 jaar heb gezeten, heb ik laten lopen. Toen was ik bezig met Europese onderwerpen. Ik zit vaak in Brussel natuurlijk ook daarvoor. Maar op het moment dat het Europese relevantie kreeg, bijvoorbeeld tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar,
En toen eigenlijk ook heel Europa zo'n beetje nerveus begon toe te kijken van hoe gaat dat aflopen daar in Oostenrijk. Hè, met de populisten die een kandidaat hadden, die vervolgens het resultaat van een van de verkiezingsrondes hebben aangevochten. Ongelooflijk vuile campagnes en zo. En ineens zag iedereen dat toch als een eerste dominosteen die kon gaan vallen, waarmee Oostenrijk een illiberaal regime zou kunnen worden ook in het oude West-Europa. Dus ja, dan raak ik geïnteresseerd en toen heb ik daar ook heel veel over geschreven. Nu Oslo, ga jij me daarover vragen of zal ik het zelf meteen zeggen? Vertel maar even waarom je naar Oslo gaat en waarom je dat spannend vindt of niet. Ik zie er wel heel geëmancipeerd uit, maar ik ga altijd achter mijn man aan. Dus dat u dat even... weet. We hebben daar wat nuanceringen over gehoord tijdens het diner. Mijn man is diplomaat. Dus die moet iedere 4 jaar moet hij ergens anders gaan wonen. En ik ga dan met plezier mee. Ik ben 1 keer niet meegegaan een jaar en toen vond ik dat eigenlijk zo verschrikkelijk saai. Dat is een jaar waarin ik ben gaan breien. Zo verveelde ik me. Dus na een jaar, hij zat toen al in Wenen en toen ben ik snel ook gekomen. Toen dacht ik, ja, dit doen we gewoon niet meer. Een volwassen mens kan dat volhouden, maar het is gewoon geen bal aan. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Dus sindsdien ga ik weer braaf achter mijn man aan. Maar we proberen het natuurlijk wel zo uit te vogelen dat... Dat het leuk is voor hem en dat het ook leuk is voor mij. Dus dat ik niet dat ik voor de krant daar aan de slag kan. En ik wilde nog even Europa blijven doen. Ik heb enorme tropenjaren gehad in Europa met de eurocrisis, de bankencrisis, de hele mikmak en alles stond op instorten jarenlang. Trekt het weer een beetje aan. Er zijn andere ontwikkelingen ineens. En dan denk ik, ja, dan ga ik niet in Argentinië wonen of in Japan of zo. Dat is ook leuk. En daar vermaak ik me heus wel. Want ik ben zo iemand, je kan mij overal loslaten. En ik heb het overal wel naar mijn zin. Maar ik wilde toch iets... Ik wilde meer doen met de kennis over Europa die ik heb. Er zijn niet zo heel erg veel mensen in Nederland die veel van Europa weten. Dus ik dacht, geef mij nog maar 4 jaar Europa. Dus vandaar dat het Oslo is geworden. Dan hebben we nu eens een keer iemand in Noord-Europa. Europa is, zoals we allemaal weten, een zeer complexe en ingewikkelde conglomeratie, om het zo maar te noemen. We hebben iets van 28 lidstaten, geloof ik. En hoeveel eurolanden hebben we? Dat is een beetje dubbelzinnig, een stuk of 19. 19. Ja, en dan zijn er nog een paar landen die half in de euro hangen of zo. Als we Europa bekijken vanuit Nederland, dan ziet Europa er heel anders uit dan wanneer we Europa bekijken vanuit Wenen bijvoorbeeld. Dus wat mij interesseert zijn de verschillende perspectieven op Europa. En we zullen dadelijk ook inzoomen op specifieke onderwerpen zoals de toekomst van de euro en dat soort dingen. Maar wat mij interesseert is, wat is het perspectief op Europa als je bijvoorbeeld in Wenen woont? Wat is de beleving van Europa die je dan krijgt? Hoe verschilt die van de manier waarop Nederlanders daar tegenaan kijken? Kun je daar iets over zeggen? Je bent vrij om het specifiek te maken. Ja. Waar zal ik eens beginnen? Toen ik in Wenen ging wonen, kwam ik uit Brussel. En in Brussel was alles eurocrisis, alles sowieso crisis de hele tijd. Voor een deel is dat ook normaal natuurlijk, maar toen was het wel heel hevig. Het was in 2013, toen kwam ik in Wenen terecht. Toen kwam ik na een week of 2 weken nodigde iemand mij uit om voor de afscheidsborrel van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dus daar ben ik bij gaan zitten met mijn roestige Duits. En die man heeft eerst een praatje gehouden, want die hoorde zichzelf nogal graag spreken. En die heeft eerst een praatje gehouden van een uur ongeveer, waarin hij kans zag om het woord euro niet 1 keer te noemen, maar niet 1 keer. En het woord crisis 2 keer. 1 keer in verband met de oorlog in Syrië en 1 keer in verband met het gevaar dat de boel in Bosnië weer uit elkaar zou spatten. Toen dacht ik, oké, dit is geen Brussel. Zij staan echt met hun rug naar Brussel toe. Het interesseert ze helemaal geen ene moer wat daar gebeurt.
De Oostenrijkers hebben natuurlijk wat conflicten meegemaakt in de afgelopen eeuw. De Eerste Wereldoorlog, toen het Habsburgse Rijk ook in elkaar gestort is, of daarna. Vervolgens hebben ze een vrij bloedige burgeroorlog gehad. En toen de Tweede Wereldoorlog er nog overheen, waar ze natuurlijk ook niet aan de goede kant hebben gestaan. De Duitsers hebben de Oostenrijkse elite opgesloten in een kamp. Daar zijn ze verder heel goed behandeld natuurlijk, maar die wilden ze een beetje out of the way hebben. En daar zijn die leiders van de verschillende fracties en oude milities en politieke groeperingen, die hebben met elkaar afgesproken. We hebben er zo'n ongelofelijke rotzooi van gemaakt. Never again. Dat doen we niet meer. Dus vanaf nu, mochten we ooit ons eigen land weer kunnen besturen, dan gaan we alles, maar dan ook alles, in goed overleg met elkaar doen. Ze hebben zo'n allergie voor conflict ontwikkeld, dat ze alles wat enigszins moeilijk is onder de tafel verstoppen. En het liefst alleen maar handel drijven. En dat is wat ze eigenlijk tot op de dag van vandaag doen. Het enige waar ze geïnteresseerd in zijn, is dat de rest van de westelijke Balkan zo snel mogelijk bij Europa komt, bij de Europese Unie komt. Want dat opent nieuwe markten voor hen. En dat soort dingen, verder Europese samenwerking, ze weten er helemaal niets van. Ik denk zelfs nog minder dan in Nederland. Als je een Oostenrijker vraagt wat het verschil is tussen de Europese Raad en de Europese Commissie, daar kan niemand antwoord op geven. En het interesseert ze niet, ze krijgen het niet op school. Zij willen gewoon dat iedereen een beetje normaal doet en niet met elkaar gaat vechten en laat ons maar een beetje handel drijven en rijk worden. Zo zit Oostenrijk in de... Nederland is natuurlijk ook graag met handel drijven bezig. Hè? Al die politieke vergezichten, daar hebben wij toch ook helemaal geen boodschap aan. Maar ja, we zitten natuurlijk overal middenin in Nederland. Je noemde tijdens ons tafelgesprek dat de corruptie in Oostenrijk zo groot was. Is die groter dan in Nederland of maakt het weinig uit? Ja, ze hebben in Oostenrijk een gezegde. Dus vanwege hun afkeer van conflict heb je eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog tot nu, heb je eigenlijk met een paar uitzonderingen, maar dezelfde regering gehad. Een brede coalitie van de socialisten en de conservatieven. En als de conservatieven wat kregen, dan moesten de socialisten natuurlijk ook wat en andersom. Dus ze hebben een gezegde in Oostenrijk dat je bij iedere bank, daar heb je één zwarte, de conservatief, één rode, een socialist, en eentje die het werk doet. En zo is het dus ook echt. Hè? Het is onvoorstelbaar. De kranten zijn allemaal in handen van politieke partijen, indirect. Hè? Maar ze zijn echt heel duidelijk gelieerd. Hun huidige eurocommissaris is een conservatief, omdat de socialisten ten tijde van toen ze die eurocommissaris moesten aanwijzen, de socialisten kregen toen het burgemeesterschap van Wenen. Dus alles is uitruilen. En ja, dat verklaart dus ook dat een protestpartij als de FPÖ, extreem rechts, dat die zo groot zijn geworden. Voor een groot deel steunen mensen die partij, omdat ze dat vestzak, broekzak, politieke spel, ja, dat ze daar genoeg van hebben. Ons thema vanavond is natuurlijk Europa als geheel. En Europa is buitengewoon complex. Dus ik dacht dat we een soort rangorde moesten vaststellen tussen alle Europese problemen die we gaan bespreken. Want er zijn er nogal wat. Dus mijn vraag is, als jij zou zeggen, wat zijn nou de meest belangrijke en urgente Europese problemen die de Europese Unie zou moeten oplossen? Wat is dan jouw ranking? En dan gaan we die problemen een beetje doornemen. Ja, dus dit is uitdagend, een ranking. En dan ga ik jou bij elk probleem vragen van, nou, wat voor achtergrondinformatie heb je die wij misschien niet hebben? Wat kunnen wij ervan leren van jouw expertise enzovoort? Ik denk dat het allerbelangrijkste probleem in Europa heeft met soevereiniteit te maken. Want we hebben onafhankelijke staat. Kijk, een van de dingen die mij het meest treft altijd. Je gaat naar Amerika en iedereen loopt te schelden op Washington.
Die fat cats, die geven allemaal geld uit, ons belastinggeld. Ze hebben geen benul, zitten in een ivoren toren. Maar in Amerika trekken ze de US of A niet in twijfel. In Europa zie je eigenlijk hetzelfde. Iedereen kankert op Brussel. Dat is precies hetzelfde syndroom dat de Amerikanen hebben met Washington. En wat ze ook in het Ottomaanse Rijk met Istanbul hadden. Hè? En ook in het Habsburgse Rijk met Wenen hadden. Dat verre centrum en dat doet maar en zo. Alleen in Europa trekken mensen heel vaak dan automatisch het bestaan van de Europese Unie in twijfel. Ik denk dat dit het grootste probleem van Europa is. En alle rest komt daar eigenlijk uit voort. De politiek is heel erg nationaal. We hebben allemaal nationale democratieën. Of wat er voor doorgaat. En we hebben langzamerhand steeds meer onze economieën geïnternationaliseerd. Geglobaliseerd. En de politiek is niet gevolgd. Dus politici, om gekozen te worden, kunnen er voordeel van hebben om eens even flink op Brussel te gaan katten. Maar als je zegt, wat moet de EU doen? Ja, de EU zijn wij, hè? De EU is onze regering, is de Duitse regering, is de Oostenrijkse regering enzovoort. Die in Brussel besluiten nemen. De meeste besluiten in Brussel worden bij consensus genomen. Iets van 70% van alle besluiten in Brussel. Mensen zeggen heel vaak dat Brussel dat beslist maar. Maar de meeste besluiten, daar heeft onze eigen regering gewoon mee ingestemd. En wat je dus heel vaak ziet, en dat is hoeveel je ook door Europa reist en waar je ook woont, is dat hetzelfde mechaniek. De Oostenrijkse minister gaat naar Brussel, houdt een besluit tegen over de migratiepolitiek. Hè? Want migranten trekken gewoon heel Europa door, want we hebben alle grenzen opgeheven. En ze houdt een besluit tegen. En vervolgens komt ze thuis en zegt, ja, die Europese Unie die kan ook niet besluiten. Hè? Er is gewoon geen enkele manier waarop de Europese Unie ooit een besluit kan nemen. En daarom moeten wij dus nu onze eigen grenzen stellen. Maar ze vergeet er dus bij te zeggen dat zij degene was die het tegen had gehouden. En hier kan je het gebrek aan ownership, noem ik dat, volgens mij is dit het grootste probleem. Daar kunnen we het uren over hebben. We gaan kijken of jij voorstellen hebt voor een oplossing. Dus wij weten dat dit een probleem is. Nou, dan zijn er natuurlijk in Nederland een aantal politici die denken dat is eigenlijk heel goed, want we moeten zo snel mogelijk het belang van de Europese Unie verminderen en misschien moeten we er wel helemaal uit. U weet waarschijnlijk welke politici ik op het oog heb, maar dat zal niet jouw visie zijn. Dus misschien eerst een voorvraag. Is een grotere Europese integratie een goed idee volgens jou? Of zouden we het zo moeten houden met al die dubbelzinnigheden zoals het is? Of denk je dat de integratie misschien wat minder moet worden? En ik denk dat je die vragen, dus meer of minder integratie, wat zou je goed vinden? Dat je die moet beantwoorden aan de ene kant voor de Europese Unie als geheel en aan de andere kant voor de eurozone. Want daar gelden misschien verschillende oordelen over. Kun je daar iets over zeggen? Dus zou jij zijn voor verdere integratie? Zo ja, alleen van de eurozone of van de hele Europese Unie? Of zou je zijn eerder voor een grotere losheid? En dan spelen er ontzettend veel verschillende aspecten een rol. En daar kunnen we dan op inzoomen. Bijvoorbeeld het Europese belastingrecht. Of er zijn allerlei zeer interessante aspecten. Heel veel. Ja. Ik laat een beetje over de keuze van focus, laat ik ook een beetje aan jou over. Ja, kijk, op het moment, het hangt een beetje van af op welk moment je zo'n vraag stelt. Op dit moment zitten wij in een situatie waarin, en nu ga ik even een aantal problemen gewoon op één hoop vegen. De migratiepolitiek, de eurocrisis, die natuurlijk voortwoekert, min of meer, minder intens, godzijdank, dan een tijd geleden, et cetera. Maar ze hebben dat voor een deel opgelapt, maar het fundament nog niet echt. Of niet helemaal in ieder geval. Al die problemen zijn het gevolg van het feit dat onze eigen leiders hebben besloten in een tijd waarin ze geloofden dat alles alleen maar beter zou worden en dat de hele wereld zo zou worden als wij waarschijnlijk. Een beetje doorgedraafd verlichtingsdenken misschien. Of naïviteit. Ik weet het niet. Sukkeligheid.
Maar goed, ze hebben de schotjes tussen de verschillende munten opgegeven. We hebben onze eigen munten opgegeven en we hebben nu één munt met een aantal landen. Ze hebben de schotjes, de grenzen tussen landen ook praktisch gebied opgegeven. We kunnen zo doorrijden, niemand die je controleert. Maar dat vereist dat als er een probleem is, dat je dan ook een soort backup optuigt. Hè? Dat als er ineens een heleboel vluchtelingen of migranten komen, dat ze niet allemaal naar één land gaan, omdat dat ene land hele andere regelingen heeft dan alle andere landen. Dus het gevolg van het opheffen van die grenzen is dat je een aantal dingen gemeenschappelijk hebt. Maar je moet je dus ook, je kan dat niet zomaar doen. Je moet zorgen dat er een soort backup is. Nou, dat hebben we bij de euro niet gedaan. Er was geen noodfonds, er was geen Europese monetair fonds, er was helemaal niks. Want iedereen moest zijn eigen boontjes maar doppen. De Schengenzone is natuurlijk eigenlijk hetzelfde verhaal. Er is geen regeling, er is een beetje harmonisatie geweest op het gebied van asiel en zo. Maar toen de Europese Commissie zei, die alle voorstellen doet, die zei, ja, als jullie alle grenzen tussen de Schengenlanden gaan opheffen, dan hebben jullie eigenlijk allemaal één en dezelfde buitengrens. Dus dan moeten jullie eigenlijk allemaal, moeten jullie met z'n allen zorgen dat er een goede grenswacht is. Nou, dat was helemaal niet nodig. En ik heb daarbij gezeten begin jaren 2000, toen Schengen vorm kreeg. En al die voorstellen van de Europese Commissie, die zijn allemaal aan flarden geschoten door de lidstaten. Een grenswacht, wat dachten die lui in Brussel wel niet? Er kwam niks van in. Als je iets in Brussel opzet, dan wil het alleen maar groeien en hebben we straks niks meer te vertellen, et cetera. Was er geen enkel Europees land voor gemeenschappelijke grenswachten rond de hele Europese Unie? Ik wil graag weten. Luxemburg en België. Nou precies. Ja. Even weten wat de verschillen tussen de landen waren. Wat was het Nederlandse standpunt hier? Nederland was er falikant tegen. Was allemaal niet nodig. Oostenrijk was er falikant tegen. En moet je nou toch Oostenrijk zien? Die lopen te brullen. Hè? De Balkanroute. En Europa krijgt het niet voor elkaar. En waar is Frontex? En Frontex moet onze grenzen beschermen. Ja, ik bedoel, jullie hebben zelf. Ik heb daar ooit voormalig kanselier, dus premier Schüssel, de befaamde Schüssel van de sancties, omdat hij een regering vormde met extreem rechts. Die meneer Schüssel heeft laatst iemand van Frontex uitgenodigd. In een zaaltje, zo de helft van dit. En dan ging die man uitleggen van, ja, waarom mochten wij dus eigenlijk niet naar Griekenland toen heel veel Syriërs en anderen op bootjes uit Turkije kwamen. En die man die ging uitleggen, ja, wij hebben de macht niet om zomaar een land binnen te gaan. Wij moeten aankloppen, we moeten een aanvraag indienen, maar we kunnen alleen maar iets doen als dat de regering van dat land ons formeel uitnodigt. En de Griekse regering verdomde dat. Dus daarom heeft het 3 of 4 maanden geduurd voordat er, ze kregen ook geen budget. He, want ja, zeg, allemaal veel te duur. Dat is allemaal niet nodig. Ze hebben een paar miljoen per jaar, hadden ze. En ze hadden iets van 35 werknemers. Nu zijn het er 130, geloof ik. Maar dat zit in Warschau. Ja, daar kan je niet alle Europese buitengrenzen mee beschermen. Ze hebben geen geld voor goede equipment. Dus die man die ging dat allemaal zitten uitleggen. En het publiek zat zo te knikken. En later zei ik tegen meneer Schüssel, maar u bent dus degene geweest die dat allemaal tegen heeft gehouden. Ik kan me nog herinneren, Oostenrijk wou daar niks van weten. Toen zeiden ja, de tijden waren toen een beetje anders. Toen, zo was het toen. Hè? En ik zei, maar u voelt zich dus ook helemaal niet bezwaard daardoor? Huh? Want als u destijds ietsje meer een vooruitziende blik had gehad, maar ik moest de verkiezingen winnen. Nou ja, zo is er altijd wat. Dit is het probleem in Europa bij uitstek. Het probleem is dat we eerst iets doen en vervolgens geen backup regelen. En als die backup dan echt nodig is, dan begint iedereen te piepen. Dus of je moet het niet doen, zodat je ook de vraag niet krijgt van hoeveel Europa hebben we eigenlijk nodig. Maar dit is dus permanent het probleem. We zetten een stap, maar we doen het eigenlijk maar half.
En als je kijkt bijvoorbeeld naar het vluchtelingenprobleem, wat zou dan nu volgens jou de beste oplossing zijn? Wat zou Europa nu het beste kunnen doen? Dit vluchtelingenprobleem is niet snel weg, denk ik. Onder andere doordat de aarde een beetje opwarmt, door steeds meer vluchtelingen uit Afrika zullen komen daardoor. Dus dat is een probleem waar Europa de komende 100 jaar nog mee te maken krijgt. En ik denk in grote mate. Onder andere door de opwarming van de aarde. En oorlog in het Nabije Oosten, die is ook niet evident dat die heel snel helemaal zullen verdwijnen. Dus, heb je een visie op hoe de Europese Unie daar het beste mee om zou kunnen gaan? Wat zou, een normatieve visie, wat zouden we volgens jou moeten doen? Stel dat je Rutte zou moeten adviseren hierover, wat zou je zeggen? Als hij luistert. Ik denk dat Europa een paar dingen moet doen. We moeten een onderscheid maken tussen vluchtelingen en migranten. Vluchtelingen, we hebben al die internationale verdragen getekend. Vluchtelingen, mensen die werkelijk vervolgd worden op de bekende criteria, die moeten wij binnenlaten. Dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal bij ons moeten blijven. Want dat staat nergens. Hè? Dus dan kan je met andere landen, ook als Canada of ik weet niet welk ander land, daar kunnen ze dan misschien permanent settelen. Maar we kunnen ons niet permitteren, en dat is, we kunnen dat niet maken, om de deuren voor vluchtelingen gesloten te houden. Dat is één, denk ik. Tweede poot is de migratiepolitiek. Ik denk dat Europa arbeidskrachten nodig heeft. Goedkope arbeidskrachten nodig heeft. Maar de vraag is, je kan ze niet allemaal binnenlaten. Op dit moment hebben wij nauwelijks legale kanalen om die mensen te laten komen. Daarom moeten ze wel illegaal komen. Daarom stappen ze dus. En dat zijn niet die hele arme klimaatvluchtelingen die nog maar 1 koe hebben en zo. Want die kunnen die smokkelaars niet betalen. Want dat kost duizenden dollars. Hè? De mensen die komen, dat zijn eigenlijk de avonturiers. En de mensen die nog enigszins geld en energie hebben. Dat zijn eigenlijk de beste nog. Maar goed, we kunnen ze niet allemaal toelaten. Dus we zouden legale kanalen moeten opzetten. Spanje heeft dat onder andere gedaan. Italië is daar ook mee bezig, hier en daar. Dat begint te komen, hoor. Want als mensen eenmaal legaal mogen komen, ook al is het maar een trickle, ook al zijn het er maar, ik weet niet wat, een aantal duizend in bepaalde beroepsgroepen, maar dat kan je allemaal heel duidelijk aangeven. En wat ook de vereisten zijn, dan gaan ze gewoon in de rij staan. Want iedereen wil natuurlijk gewoon vliegen voor een normaal vliegticket en niet het risico lopen om ergens te verdrinken in de Middellandse Zee. En dan ook nog duizenden dollars te hebben betaald. En ik denk dat een heel belangrijk element is. Maar dat politici vinden dat heel moeilijk om dat nu uit te leggen. De Europese Unie is er natuurlijk mee bezig. Wat vind jij van de vorderingen van de Europese Unie wat dit betreft? Dus onderhandelingen met verschillende Afrikaanse landen om legale immigratie tot op zekere hoogte mogelijk te maken of om vluchtelingen te beoordelen in die landen zelf. Als je de vooruitgang wat dat betreft zou willen evalueren, wat zou je dan zeggen? Het is natuurlijk een ingewikkeld terrein. Ja, het is heel ingewikkeld en het verschilt van land tot land, denk ik. Maar ik denk dat we een beetje realistisch moeten worden. We kunnen ons niet permitteren om de deuren open te houden voor iedereen. Dat gaat gewoon niet, dat is duidelijk. Maar we kunnen ook niet zomaar klakkeloos alles dichtsmijten. Daar hebben we trouwens onszelf ook mee. Dus we moeten een soort beleid zien te vinden. En dat betekent dus ook dat je op een wat realistischer manier naar de regio kijkt. Daar ontkom je niet aan. En ik denk dat we dat met vallen en opstaan aan het doen zijn, aan het uitvogelen zijn, hoe dat gaat. En de verdeling van migranten of vluchtelingen binnen Europa, heb je daar visies op? Om nog maar eens een hot topic te noemen. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Tuurlijk, want anders gaat iedereen naar Duitsland. Gaat het lukken met Orbán en anderen? Nee, dat denk ik niet. Dus daar komt een groot probleem. Daar is een groot probleem. Ja. Orbán niet zozeer, hoor. Maar Polen. De Polen wel. Ja. Ja. En moet dan moet de Europese Commissie dan harde maatregelen tegen Polen nemen? En zo ja, welke? Wat zou je daarvan vinden? Ik denk dat we afgaan. Tenminste, als ik zo af en toe in wat hoofdsteden mijn oor te luisteren leg, is dat we zeker afgaan op een. Kijk, de Europese Unie, er mogen geen verliezers zijn en er mogen geen winnaars zijn. Dus ze hebben die Polen en ook de Hongaren redelijk lang hun gang laten gaan.
Misschien wel, sommige mensen zeggen te lang en ik snap ook wel dat ze dat zeggen. Aan de andere kant, ja, voordat je een land op zijn kop gaat slaan, want dan doe je wat. Hè? Een land heeft trots en zo, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook. Dan moet je het echt wel heel erg zeker weten. En dan moet je een land ook 10 keer of misschien wel 20 keer de kans hebben gegeven om bij te sturen. Met Orbán zie je dat hij dat doet. Ik weet nog, Nelly Kroes was eurocommissaris. En die heeft Orbán op de vingers getikt omdat hij rechters ontsloeg. Omdat hij de pers beknotte. En op een aantal punten heeft ze hem behoorlijk, nou, op zijn kroes, vinnig aangepakt. En heeft iedere keer ingebonden. Dat is Orbán. Ik denk dat de Polen niet zo zijn. En ik denk dat iemand als commissaris Timmermans dat nu ook in de gaten heeft. Die man heeft een temperament, maar heeft zich ongelooflijk ingehouden. En op een gegeven moment is het gewoon genoeg. En als ook in Berlijn en als ze ook in Parijs, wat natuurlijk toch grote landen zijn, als daar ook de opinie begint te rijpen van ja, dit kan zo niet langer en je geeft ook het verkeerde voorbeeld, dat het dan tijd wordt om in te grijpen. En ik vind dat goed. Want uiteindelijk, als de rechtsstaat wordt ontmanteld, ja, wij hebben die regels opgesteld, onze gemeenschappelijke regels, in de Europese Unie, opdat dit niet meer zou gaan gebeuren. En dan moet je niet zeggen, als het moeilijk wordt, van nou, we gooien die regels het raam uit. Nee, juist voor dit soort moeilijke tijden zijn die regels uitgevonden. We hebben natuurlijk, heel dicht na de val van de muur heeft Europa besloten om de oud-Oost-Europese, door Rusland gedomineerde landen, om die te integreren in Europa en de Europese Unie tot lid te maken. Ja. Als je achteraf kijkt, dat hebben we snel gedaan. Als je dat achteraf bekijkt, was dat een goed idee of hadden we dat anders moeten doen volgens jou? Ik denk dat er geen ontkomen aan was. En dat klinkt flauw. Ik denk als we die landen wilde maar één ding op dat moment. Dat was zo ver mogelijk van de Russen afkomen. Daarom werden ze allemaal eerst lid van de NAVO en toen pas van de Europese Unie. Dan was het ook iets makkelijker om lid te worden van de NAVO, want je had niet alle criteria waarin je moest voldoen. Terwijl de afspraken met Rusland natuurlijk waren dat ze dat allemaal niet zouden doen. Dus, nee, dat was niet helemaal waar. Nou goed. Nee, denk het niet. Je hebt een beter geheugen dan ik, denk ik, in deze. Maar er was geen afspraak, dat was nou juist het probleem. Ja. Ja. En achteraf zeggen mensen, er waren afspraken, maar er waren geen afspraken. Er zijn wel dingen gezegd natuurlijk, dat is wat anders. Maar het staat nergens zwart op wit dat niet mocht. Dus die landen zijn allemaal zo snel mogelijk richting het Westen gerend. Wij waren ook het voorbeeld. Hè? En we vonden dat zelf trouwens ook, dat we het voorbeeld waren. Trouwens, dat hadden we ook moeten zijn voor de rest van de wereld. Als wij nee hadden gezegd, wat hadden die landen dan gemoeten? Want die zaten dus nog steeds eigenlijk tussen twee werelden in. Dat was een verschrikkelijke boodschap geweest. Dan waren die landen, die waren teruggegooid, zeg maar. De Russen hadden met hen kunnen doen wat ze wilden. Misschien niet meteen, want die likten ook hun eigen wonden. Maar dat is natuurlijk al snel veranderd. Dus dan hadden wij een hele instabiele omgeving gecreëerd aan onze buitengrenzen. Dus ik denk dat er geen ontkomen aan was. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar, het is slecht verkocht. Het is slecht verkocht. En de verdere integratie van deze landen is een heel moeizaam en langzaam proces. Moet de Europese Unie maatregelen nemen? Bijvoorbeeld inderdaad Polen het stemrecht ontnemen volgens jou? Wat is jouw visie hierop? Ik denk dat als je begint met subsidies, dan is dat misschien beter. Ja. Dat is wel een heel radicaal middel, hoor, het stemrecht. Subsidies terughalen. Tuurlijk. Ja. De grootste ontvanger van Europese subsidies in Europa is Polen. Ja. Dus ja, sorry hoor, jongens. Ja. Je eist wel solidariteit van de anderen voor jou. Maar andersom wil je dat niet doen. Je helpt de rechtsstaat om zeep. Ja, dan moet je het maar voelen. Ik weet overigens niet of dat gaat werken. Dat is een ander verhaal. Ja. Maar je moet iets doen. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat de subsidies terugtrekken, dat een goed idee is. Mogen we even van het oosten helemaal naar het westen verhuizen en gaan praten over de Brexit? Mm-hmm.
Ik was vlak voor de stemming over de Brexit was ik in een congres in Cardiff. En toen heb ik al mijn vakgenoten even laten stemmen of ze voor de Brexit waren of niet. Onder de beroepsfilosofen die daar zaten was er één die voor de Brexit was en alle anderen waren daar mordicus tegen. Vind jij dat de UK... Britten? Allemaal Britten? Allemaal Britten, ja, ja, allemaal Britten, ja. Vind jij het een goed idee dat nadat ze die stemming hebben gehouden en er 52% voor was, dat ze dit echt zijn gaan doen? Of denk je dat de regering wat dat betreft, en mevrouw May met name, ook heel onverstandig is geweest om dit zo te beslissen? Dus wat zou volgens jou vanuit... Cameron natuurlijk nog, ja. Wat zou vanuit jouw perspectief het beste voor Engeland zijn geweest hierin? En dan gaan we even kijken naar het Europese standpunt. Kijk, ik heb de Britten... Ik heb 10 jaar in Brussel gezeten. Ik heb de Britten de laatste jaren in Europa... Het heeft namelijk wel met de uitbreiding te maken. Hoe meer Europa naar het oosten is gaan uitbreiden... hoe meer de Britten, die toch al een soort van buitenbeentje waren... Hè, want aan de meeste belangrijke dingen doen zij niet mee... Doe niet mee aan de euro, doe niet mee aan Schengen. Justitiesamenwerking, de lijst is lang. Hoe meer oostelijke landen erbij kwamen, hoe meer het zwaartepunt van Europa naar het oosten verschoof. Dat zat zo ongeveer, nou, vlakbij Wenen eigenlijk, waar ik zat. Hoe meer ze zich buitenstaander zijn gaan voelen. De laatste jaren in Brussel... Kijk, de Britten, ze deden niet met veel dingen mee. Maar de dingen waar ze wel aan meededen, daar waren ze heel erg goed in. Ze stuurden de beste buitenlandse politiek bijvoorbeeld. Ik hoor dat van mensen die daar in die vergaderingen hebben gezeten, jaar in, jaar uit. De Britten stuurden altijd de beste mensen. Die waren altijd het beste voorbereid. Dus er kwamen dan lui uit elke lidstaat. Ze waren altijd het beste voorbereid en kregen dus ook heel vaak hun zin. Want de rest was nog lang niet zo ver in hun denken en in hun praktische uitwerking. Een paar jaar geleden hoorde ik mensen ineens zeggen... ze sturen een beetje tweede garnituur. Hè, dus niet meer de directeuren van de afdelingen kwamen... maar de onderdirecteuren of zelfs die niet meer. Soms kwam er niemand. Die hielden de hele vergadering hun mond. Dus die brachten ook niks meer in... En begonnen dan vervolgens te klagen dat de dingen niet gingen zoals zij het graag wilden. Dus die waren echt aan het uitchecken. En je hoorde dat bij justitie, je hoorde dat bij buitenlandse, bij alles. Ze hadden een programma, ik heb daar ooit een keer een heel groot stuk over geschreven, want het was briljant. Ze hadden een programma, ik noemde dat het High Flyers Program, waar de beste diplomaten... Die kregen een speciale opleiding, fast track. Kregen ze hun talen, hun Europese talen, Duits en Frans. Alles over Europa. Want die Britten weten echt helemaal niks, nog minder dan wij. Echt helemaal niks. En die mensen waren dus... En de Britten hielden dus heel goed in de gaten... welke hoge functies er vrij kwamen, maar ook op middenniveau in Brussel. En dat zie je aankomen, want je weet, oh, die Duitser die krijgt waarschijnlijk een promotie en hij wil dat. Dus je kan mensen, dat werd allemaal op de permanente vertegenwoordiging in Brussel, in overleg met Londen werd dat allemaal voorbereid. Dus die schoven al, voordat die banen vrij kwamen, voordat die vacatures er überhaupt waren, schoven zij hun mensen al... In een goede positie. Dus zij hadden in Brussel, bij de commissie en bij de raad, vaak de beste kandidaten. Die dus ook vaak die banen kregen. Omdat ze gewoon getraind waren, voorbereid waren. Dat programma werd ineens afgeschaft. Rond 2009 of 2010 of zo. Dit was in dezelfde tijd toen Cameron besloot om niet meer met de European People's Party samen te werken. Zo ongeveer. Ja. Je zag ze echt op een heleboel terreinen. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer andere indicaties. Ik sprak laatst Herman van Rompuy, de oude, dus de eerste echte president van Europa. En die zei, en we hadden het over de Britten. En ik zei, ja, maar het was onvermijdelijk. En hij zei, ja, ik ben het helemaal met je eens. Want vaak zaten wij dus op die Europese crisistoppen. De Brit zat gewoon een beetje uit het raam te kijken. Of hij ging naar beneden, ging vast de pers brieven.
Terwijl hij binnen zijn mond niet had opengedaan. En dan briefde hij de pers van... en ik heb met mijn vuist op tafel geslagen om dit voor elkaar te krijgen en dat. Ja. Een hele parallelle wereld. Maar Van Rompuy zei, ja, heel vaak hielden ze dingen tegen. Maar soms was het net alsof ze er helemaal niet eens waren. En dat was wel op de belangrijkste onderwerpen. En heeft de Nederlandse politiek geprobeerd om Engeland na 2009... toch nog weer een beetje bij de EU te houden? Of zie je vanuit Nederland helemaal geen interessante acties wat dit betreft? Dus wat heeft de Nederlandse politiek had natuurlijk groot belang bij het feit dat Engeland lid was van de Europese Unie. Want wij vonden dat de samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk toch een beetje gecompenseerd moest worden door zeehandelstaten zoals Engeland en Nederland. Ja. Wij dachten dat de Engelsen ons zouden kunnen helpen. Of de Engelsen dat ook ooit gedacht hebben is een andere vraag. Dat vraag ik me sterk af. Maar mijn vraag nu is... Ze gebruikten ons. Ja, ze gebruikten ons volgens mij. Dus, maar mijn vraag is, heeft Nederland voldoende gedaan om Engeland toch nog op de een of andere manier bij de Europese Unie betrokken te houden? Ik denk dat Nederland wel dingen gedaan heeft. Maar ja, de invloed van Nederland is natuurlijk niet zo heel erg groot. Hè? En ik denk ook dat de Britten het niet echt hebben toegelaten. Ik denk als het ergens pijn doet, de Brexit, dan is het wel in Nederland. En dat is heel raar natuurlijk. Want Nederland zit in het hart van alles. We hebben de euro, we zitten in Schengen. Er is niks waar wij niet aan meedoen. En tegelijkertijd kijken wij voor alles alleen maar naar Engeland de hele tijd. Ons hart klopt eigenlijk heel Anglo-Saksisch. Terwijl we, als we rationeel nadenken, realiseren wij ons dat we op het continent zitten. En die twee, we hebben dat altijd gehad, die gespletenheid. En dat is verdwenen natuurlijk toen we er eindelijk in zijn geslaagd. Want dat is heel erg de Nederlandse verdienst geweest. Om in 1973 het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie te krijgen. Toen hadden wij die twee werelden verzoend. Maar nu zijn de Britten dus afgedreven. En ze gaan eruit. En ik denk dat het gewoon, dat er, of like it or not, dat er geen andere mogelijkheid is. En degene die daar het meeste, maar ook echt diepgevoelde pijn over voelt, cultureel, is Nederland, denk ik. Ja, dus wat moet de Nederlandse politiek nu in Europa gaan ondernemen om dit te compenseren, om het verlies van het Great Britain, om dat te compenseren? Wat zou de strategie moeten zijn van onze politici in Europa nu? Kun je daar iets over zeggen? Nou, Nederland, ja. Ik denk dat de Nederlandse politiek aangaande Europa heel erg anders gevoerd moet worden. En dat beseffen ze in Den Haag ook verdomde goed. Kijk, iedereen gaat er last van krijgen als de Britten eruit vallen. Dat gaat heel veel landen ondervinden daar schade van. En zeker Nederland. Maar goed, dat is iets wat vaststaat. Maar het politieke spel in Europa gaat helemaal veranderen. De Britten hebben iets van 12% van alle stemmen. Dus dat valt weg. Dus het noorden wordt eigenlijk minder invloedrijk qua stemverhouding. En het zuiden wint daarbij. Dat is één. Dus je moet je spelletjes heel anders gaan spelen. Tot nu toe, als Nederland iets wilde blokkeren, want daar is Nederland natuurlijk ook heel goed in. Hè, wij willen alles wat met markt en zo te maken heeft, willen we graag. En heel veel andere dingen in eerste instantie, dan zijn we meteen zo. Nou, dan bel je even Londen. En Londen heeft ons heel erg vaak geholpen. Londen dwarsboomt ook heel vaak dingen in Europa. En soms ook met heel veel goede reden. En je hebt natuurlijk de Latijnse cultuur. Je hebt de Duitse, veel meer de legalistische cultuur, noem ik dat altijd. En je hebt de liberale cultuur. En daar zitten wij en de Britten middenin met de Denen en de Zweden. Dus ja, wij hebben altijd heel erg veel hulp gekregen van de Britten. Maar het heeft ons ook heel erg lui gemaakt. Want als we de Britten eenmaal mee hadden voor iets, om iets te blokkeren of iets te pushen, dan hoefde je nauwelijks meer andere landen te hebben, want dan had je het al bijna binnen in Brussel. En dat verandert dus. Dus Nederland, als Nederland nog eens een keer iets wil pushen of blokkeren, dan moeten we een coalitie zien te smeden van een aantal landen die hetzelfde willen. Dus daarvoor moeten we naar die landen toe, moeten we ons eindelijk eens verdiepen, zeg maar in de continentale politiek, dat hebben we nooit zo, ja, ik bedoel, ja, je kan het overdrijven, maar zo intensief hebben we dat nooit hoeven doen. En nu ineens zie je dus dat mensen van ministeries en
in Den Haag. Die zie je tripjes maken naar Madrid, naar Bratislava, naar Lissabon. Om uit te vinden van, oké, ze hebben zelf hun lijstje. Dit en dat is heel belangrijk. Hoe zit dat met hen? Kunnen zij ons daarbij steunen? Dus die zijn bezig om coalities te bouwen zoals ze dat nooit eerder hebben gedaan. Maar dat betekent dus ook, en dat vind ik ook interessant, is dat je op sommige andere punten je mond moet gaan houden. Omdat dat voor hen belangrijk is. He? You give some, you take some. Dus je moet prioriteiten stellen. Het betekent dus dat je minder eurosceptisch kunt zijn dan je tot nu toe was. Ik zat laatst in een Oxford. En daar zat de Deense ambassadeur ook. En die man, die kende ik nog uit Brussel. En die had het allemaal 20 keer voorbij zien komen. En die man raakte in nogal een verhitte discussie met een van de Britten van een ministerie. En die Brit die zei van, ja, maar jullie zijn toch net zo eurosceptisch als wij. Met andere woorden, jullie zetten onze politiek straks voort. En die Deen zegt, luister eens even hier. Wij konden altijd heel eurosceptisch zijn, en de Nederlanders ook, omdat jullie nog erger waren. Maar als jullie er straks uit zijn, en dat eeuwige gekat en gediebank voorbij is, ja, dan worden wij niet meer gedekt. En we moeten dus op bepaalde punten onze mond houden, omdat vanwege die nieuwe coalities. Dus later begreep ik van een andere Deen dat de premier in Denemarken zijn ministers al gevraagd heeft om ietsje minder hard te loeien tegen Brussel. Omdat je dan daarmee, dat is natuurlijk wel fijn en makkelijk, maar omdat je daarmee ook bij de bevolking een verkeerd beeld schept. Namelijk, wij kunnen lekker blijven trappen. Maar dat kan dus niet meer. Moeten we nu meer gaan investeren in de buitenlandse dienst? Door deze ontwikkeling? Ja, ik denk dat. Maar goed, dat is ook. Dan kom ik terug op die periode dat we naïef zijn geweest. En het zou allemaal maar beter worden. Er is ontzettend veel bezuinigd op de buitenlandse diensten. Tegenwoordig delen heel veel ambassades, die delen hun koks. Dat vind ik ook zo'n mooie ontwikkeling. Vroeger had iedereen zijn eigen kok, elke ambassadeur in ieder geval. En nu zijn de koks, die werken voor zichzelf. En die verhuren zich voor een paar uur aan de Canadezen of aan de Belgen. Dus dat is. Maar wat je dus ook ziet, is dat sommige. Je ziet het trouwens ook in de journalistiek, maar dat sommige, bijvoorbeeld in Wenen waar ik zat. Er waren met name de wat kleinere landen, Nederland niet zo, maar bijvoorbeeld Denemarken, maar ook België en zo. Ja, daar had je één ambassadeur en die deed dan de OVSE, die deed de VN, dat is toch de derde VN-stad van de wereld in Wenen. Die deed Oostenrijk, die deed Slowakije, Slovenië, Kroatië, nou, en soms nog een paar. Ja, dan is het heel moeilijk om nog persoonlijke relaties te hebben met regeringen. Terwijl dat juist op dit moment, juist die kleine landjes, die worden weer belangrijker. Door dat nieuwe politieke spel in Europa. Dus ik denk dat je dat gaat zien, ja. We gaan zo over op vragen uit de zaal, want het is bijna die tijd. Maar ik heb misschien nog een vraag over de eurogroep. Dus je zei dat de eurogroep weliswaar iets minder in een crisis zit dan een paar jaar geleden, maar dat alle problemen nog steeds niet zijn opgelost. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als de eurogroep wil overleven, dan zou ze misschien moeten doen wat muntunies die hebben overleefd gedaan hebben. Als je kijkt naar de geschiedenis van muntunies, dan zijn alle muntunies die niet uiteindelijk een relatief sterke centrale bank ontwikkelden en een groot deel van de begroting op de gemeenschappelijke munt stopte, zoals in de Verenigde Staten is gebeurd. Al die muntunies zijn kapot gegaan in de geschiedenis. Dus als de euro wil overleven, wat zou volgens jou er moeten gebeuren? Nou, er zijn een aantal mogelijke scenario's. We zouden veel meer geld moeten overdragen en een soort aparte euro, sterkere eurobank moeten maken. We zouden ook kunnen zeggen, we moeten Noord-Europa en Zuid-Europa splitsen. Want in Zuid-Europa waren ze gewend om, om altijd aan politici te beloven om meer uit te geven dan ze hadden. En wat deze dan devalueerden ze de munt vaak. En dan konden ze toch weer internationaal handelen. Nou, dat kunnen de Zuid-Europese landen nu niet meer. Dus die zitten vaak in grote problemen. Kijk naar Griekenland, kijk naar Italië. Dus zou jij zeggen, we moeten Noord- en Zuid-Europa splitsen. Een Noord-Europese euro en een Zuid-Europese euro. Of zou je zeggen, nee, wij moeten
het eurodomein politiek veel sterker maken en ook economisch veel sterker maken. En misschien zelfs, zoals meneer Piketty heeft gezegd, we moeten een apart parlement voor de euro maken, zodat wij de besluitvorming op het eurogebied veel sterker organiseren. Heb je daar een visie op? Ja, ik denk dat er een heleboel dingen moeten gebeuren in de eurozone. Ik ben niet helemaal eens met jouw vaststelling dat ze in het zuiden veel meer makkelijker geld uitgeven dan in het noorden. In Griekenland is dat zeker het geval. De crisis in Griekenland is absoluut een crisis geweest van public spending. He, die hebben gewoon maar wat uitgegeven. They cook the books en ik weet niet wat allemaal. En iedereen kan dat bevestigen. Nou goed, je ziet dus ook nu hoe moeilijk dat is. Want dat is echt dat zit gewoon verankerd in die maatschappij. Die hebben echt een nieuw sociaal contract nodig. Dus dat daar geldt, dat is buiten kijf. Maar in de andere landen die het moeilijk hebben, in Italië, in Spanje, in Portugal en ook in Ierland, wat geen Zuid-Europa is, maar goed, die worden ook altijd over één kam geschoren met de Grieken. Dat is een heel andere crisis geweest. Dat zijn allemaal bankcrisissen geweest. Dat zijn crisissen geweest van, private debt. Hoe noem je dat? Privé schulden. Dus niet staatsschulden, maar privé schulden. Ik ben vanuit... Ja, in Spanje, huizenbouwers, enzovoort. Absoluut. Ik bedoel, kijk eens naar Nederland. Wij hebben de hoogste privéschuld van de hele eurozone. We worden keer op keer worden we ervoor gewaarschuwd. Maar we hebben ook een spaarsysteem voor onze pensioenen. Dus dat compenseert het een beetje, roepen we dan. Ja, maar het is riskant. Hè? Dus wij kunnen er ook wat van. Ja, en al onze banken die zaten natuurlijk ook diep in Griekenland. Okay. Dus we zijn veel meer verknoopt, denk ik, dan we wel eens denken. Als ik naar Italië ga en vanuit Wenen ben je er in een paar uur, en ik deed dat altijd met plezier, gooiden we de achterbak vol met kaas en wijn en ik weet niet wat, konden we er weer even tegen. Maar daar is al in geen jaren meer een cent geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Hè? Dan moet je niet in het ziekenhuis terechtkomen. Je moet ook niet in een bus gaan zitten tussen het vliegveld en Rome. Want die stoelen zitten daar gewoon los. En die rammelen een beetje door de bussen. Er is echt... Je zit op van die gondels, van die boten in Venetië. Nou, dat valt allemaal uit elkaar zo ongeveer. Er is echt geen soe... En je ziet het ook in de cijfers. Alle problemen die Italië heeft, zitten in de banken. En het is allemaal privéschuld. Staatsschuld hebben ze nauwelijks. Dat is het probleem niet. Maar de oplossing voor de staatsschuld hebben ze wel, sorry. Maar het begrotingstekort is keurig, altijd. Dus ze geven niet meer uit dan ze... Maar mijn vraag was oplossingen voor de eurocrisis. Ja, ik denk dat we een sterker noodfonds nodig hebben. En niet een noodfonds dat ook altijd bij ieder tranche die er moet betaald worden de goedkeuring van alle parlementen nodig heeft. Aan de ene kant geeft het mensen wel enig inzicht in andere landen. Dat is natuurlijk het voordeel daarvan. Maar het maakt je politiek verschrikkelijk kwetsbaar. Wat ook niet goed is voor investeringen en buitenlandse bedrijven die je in de eurozone wilt hebben. Want die denken, nou, het is mij te riskant. Ik ga liever naar Zwitserland of zo. Zwitserland heeft overigens ongelooflijk veel betaald voor de Griekse crisis. Hè? Omdat iedereen zijn euro's verkocht en franken ging kopen. Dus die frank die schoot omhoog en die is veel en veel te hard. Anyway. Ja. Dus ik denk dat we een noodfonds nodig hebben... Maar er moet natuurlijk een soort democratische verantwoording zijn. En dat is denk ik de andere grote Achilleshiel voor niet alleen de financiële. Het idee om een parlement, een Europarlement te hebben, vind ik helemaal niet zo slecht. Er zijn allerlei mensen die ook spelen met het idee om dat binnen het bestaande Europees parlement te doen. He, zoals bijvoorbeeld ook Europese toppen tijdens die eurocrisis. Dan zaten ze met z'n 28 bij elkaar. En dan af en toe ging de rest even koffie drinken. En dan ging Van Rompuy of Tusk, die gingen dan met de eurolanden verder. En op het laatst had ook iedereen het ook zoiets van, ja, ga er ook maar bij zitten ook. He, maar jullie kunnen toch niet mee beslissen, maar ja, waarom zou je het eigenlijk niet horen? Maar het grappige wat je ook ziet, en dat komt ook door die Brexit...
is dat die eurozone ook een soort push krijgt. Want het is toch de basis. Kijk, de eurozone zal blijven bestaan zolang de Duitsers... Dat klinkt nu heel hard, maar zo is het wel. Zolang de Duitsers daar wat in zien. En natuurlijk, de eurozone is eigenlijk een Duitse zone. Nou ja, de Fransen hebben hem natuurlijk afgedwongen, als het ware. Dus de bedoeling was ooit om de Duitse mark... Ja. Niet zo sterk meer te houden. En Frankrijk wilde dolgraag dat er dus een Europese munt kwam. Toen Duitsland, Oost-Duitsland wilde inlijven bij Duitsland. Exact. Dus dat, de belangrijkste onderhandeling was natuurlijk een Franse eis voor de eenwording van Duitsland. Dat heeft de euro, dat ik denk is de belangrijkste trigger voor de euro geweest. Absoluut. Nou heeft Frankrijk dit allemaal verkeerd gecalculeerd natuurlijk. Want de Duitse mark werd veel sterker dan de Franse franc. Of de laten we zeggen. Want ze hebben het supergoed gespeeld in mijn ogen. Oh, vind je dat? Oh ja. Kijk eens aan. Ik vind dat ze ook dit niet zo goed gespeeld hebben, maar we verschillen hier van mening. Moet je luisteren, voor de euro er was, de mark was de grote sterke munt op het continent. Ja. Als de Duitse Centrale Bank een besluit nam, 5 minuten later gingen ze in Parijs hetzelfde doen. Hè? Want de franc was niet sterk. In Nederland was hetzelfde, in Oostenrijk was het hetzelfde, overal. Wat zat de Fransen nou zo dwars? Dat ze eigenlijk vazalstaatje van Duitsland waren in monetair opzicht. En die Fransen zochten een methode om de monetaire controle gedeeltelijk terug te halen. En is vandaar dat gelukt dat ze dus met de euro, met het idee denk van dat... de euro zijn gekomen. Ja, want de Duitsers hebben natuurlijk erop gestaan dat alle goede dingen uit Duitsland, dat die overgeplaatst zouden worden naar Euroland. Dat is ook gebeurd. Hè? De hele Europese Centrale Bank is een puur model van de Bundesbank. Ja. Dus die hebben dat allemaal gekregen. Dat vonden de Fransen ook helemaal niet erg. Alleen, er zat ineens wel een Fransman in het bestuur. Die kon meebeslissen. Dus eigenlijk zitten we nog steeds in die Deutschmark-zone, behalve dat dat nu euro is, met de Fransen die mede in het bestuur zitten. Dus de Fransen hebben het volgens mij uitstekend gespeeld. Ja, ja. Nee, ja, 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 ja. Nou ja, goed. Maar dat verklaart... Nee, maar ik bedoel, ik zag het meer als een Franse tragedie. Eerst dwing je de Duitsers af om de mark op te heffen en de euro te maken. En dan blijkt Frankrijk het eigenlijk in die eurozone heel slecht te doen. Dus in zekere zin hebben ze, de stok op hun hoofd gekregen. Nee? Ik denk dat de Duitsers de stok op hun hoofd hebben gekregen. Oké. Okay. Nou, we hebben meningsverschillen hier. Maar ik denk dat het tijd is om u in de zaal te vragen wat u allemaal wil weten van Carolien. En Erwin, die zal u, als u een vinger opsteekt, de microfoon even geven. Mijn vraag is of u uw vraagstelling zo kort mogelijk wil formuleren, zodat zoveel mogelijk mensen aan bod komen. Ja. Mijn naam is Jos Blaas. Heel erg bedankt voor de uiteenzetting tot zover. Er zijn twee punten waarop ik graag uw kijk zou willen weten. Ten eerste schetste u al, zeg maar, voor de Brexit dat er al terugtrekkende bewegingen waren vanuit Groot-Brittannië. Kan u uitleggen wat daar dan de grond van is geweest? Waarom zijn die Britten zich voorafgaand aan de Brexit zich al een beetje terug aan het bewegen geweest? En mijn tweede punt is van de consequenties die dat heeft voor Europese verhoudingen. Zei u van ja, dan wordt Zuid iets sterker ten opzichte van Noord. Dan is de positie van Frankrijk momenteel heel erg spannend. Ja. Wat gaat Macron doen? Want hoe Zuid blijft Frankrijk als Macron slaagt in zijn politiek? Kan u daar ook iets over vertellen? Oké, een tweeklapper. Ik denk dat de Britten altijd een ambivalente houding hebben gehad tegenover het vasteland. Op het moment dat ze heel erg betrokken zijn, willen ze eruit. En op het moment dat ze er buiten staan, hebben ze de neiging om de banden weer aan te halen. Hè? Want waarom zijn ze uiteindelijk bij de Europese Unie gegaan? Dat is omdat die markt was interessant voor ze. Daar wilden ze meedoen. En tegelijkertijd zagen ze ook wel dat die markt zo groot werd en dat blok zo machtig werd, dat het ze naar de kroon kon gaan steken. Dus ze wilden, en zo zeiden ze dat ook letterlijk, ze wilden water it down from the inside. De Britten hebben altijd een hele duidelijke politiek in Europa gehad. Politiek moet het verwaterd worden. Daarom hebben zij als gekken gepusht voor die uitbreiding, met Nederland trouwens.
Die twee zijn de grote aanjagers van de uitbreiding geweest. Meer nog dan Duitsland. Grootste investeerders in heel Oost-Europa zijn nog steeds de Britten en de Nederlanders. Nou, de Duitsers ook wel. Het is een combinatie geweest van handelsbelang en de neiging om je politiek, je stempel te willen zetten. Maar de vraag was, hoe verklaar je de Britse neiging om er nu uit te willen? Op het moment dat je er dan weer, dat je dat min of meer bereikt hebt, want ze hebben enorm veel invloed gehad in Europa. En de Fransen hebben ook gebruik tegen de Duitsers en de Duitsers tegen de Fransen enzovoort. Op het moment dat ze dus ingekapseld zaten in toch een regelsysteem, ja, dan krijgen ze het benauwd. En dan zijn het eilanders en dan willen ze weg. En je ziet het ook, ja, wij lezen ook altijd maar Engelse kranten en zo. En ja, dat beeld krijgen wij dus ook van Europa. De Britten hebben ook nooit... Ik vind het nu heel interessant om de Britse kranten te lezen. Want die beginnen nu dus te ontdekken wat Euratom is en wat de markt eigenlijk is. En wat EFTA is en al dat soort dingen. Mijn kinderen, die gaan naar de Franse school. Want we verhuizen de hele tijd van land naar land. Dus dan moet je één schoolsysteem hebben. Als ik zie wat die kinderen over Europa leren, gewoon op school. Nou, die Britten krijgen dat helemaal niet. En in Nederland krijgen we trouwens ook de transatlantische relatie. Dus ze hebben wel meegedaan, maar ze hebben er nooit met hun hart bij gezeten. Maar moeten we niet onderscheid maken tussen die 48% en die 52%? Dus de voorstemmers in de opiniepeiling, dat waren... Nou ja, vaak mensen die niet in de grote steden woonden, die meer op het platteland woonden, die last hadden van Poolse gastarbeiders, vaak speelde een rol. Dus 48% van de Britten wilde natuurlijk wel bij de Europese Unie blijven en 52% heeft gestemd om eruit te gaan. En de informatie die ze kregen bij die stemming was zo misleidend dat... Ik weet niet of deze opiniepeiling nou... Dat was natuurlijk een politieke zet van Cameron om zo'n opiniepeiling te beloven. Maar of je dat zo serieus moet nemen... Ik zie het meer als een totaal tragische ontwikkeling van een opiniepeiling... die op deze manier nooit gehouden had moeten worden. Het referendum. En die puur op politieke gronden om in de regering te blijven met de conservatieven. Maar vergis je niet, hè? Ja. Als je met diplomaten en mensen van ministeries en zelfs Britse ministers... Nul kennis van Europa. Nul. Maar dat geldt voor Nederlanders toch ook, of niet? Ja, dat geldt voor Nederlanders ook. Ja. Nou ja, maar niet, dus... voor de regering, zou ik willen zeggen. En ook niet voor de mensen op de ministeries. Die weten het wel. Ja. Ik denk, de bevolking in Nederland, wij krijgen het ook niet op school. Ik kreeg alles over de transatlantische betrekkingen. Ik heb toevallig net een boek gekocht. Een boek wat mensen die Nederlander willen worden... Moeten lezen. En dan krijgen ze dat inburgeringsexamen. Dat hele boek gaat dus over Nederland. Over het onderwijs, over de cultuur, over Zwarte Piet. De hele rimram. En de geschiedenis. En Nederlandse, in de internationale politiek, 8 regels over de Europese Unie. Daar staat dus... Nederland is ook, want dan krijg je dus eerst over de NAVO en zo, dat is allemaal veel belangrijker. En dan krijg je, Nederland is ook met een paar landen in Europa gaan samenwerken. Zij delen ook 1 munt, de euro, en dan nog 2 zinnetjes erachteraan. En dan komt het volgende hoofdstuk. Het is ongelooflijk. Ja. Zijn uw vragen beantwoord? Eén vraag niet, namelijk vraag 2. Ah ja, Macron. Maar de hele vraag ben ik alweer, wat was de hele vraag? Momentje hoor, meneer. Ik kom nog eventjes erbij. U gaf aan in uw verhaal dat door de Brexit de machtsverhoudingen binnen Europa ten gunste zouden kunnen verkeren van het zuiden. Ja. Mijn vraag aan u was van, maar Frankrijk werd tot voor kort gerekend tot het zuiden. Maar door, even in mijn beleving, maar met de politiek van Macron, die veel meer wellicht een meer neoliberale en wellicht Noord-Europese politiek wil gaan voeren, zou misschien de positie van Frankrijk... Ja, substantieel kunnen veranderen. Als met Duitsland, nou ja, daar valt meer over te zeggen. Ja. Kan u daar in een kort bestek iets over melden? Kijk, Europa, like it or not, en wij vinden dat niet leuk in Nederland, maar Europa draait op de as tussen Berlijn en Parijs. Die moeten gelijkwaardig zijn en die zijn natuurlijk al heel lang niet meer gelijkwaardig. Omdat ze, Duitsland is economisch Frankrijk ver voorbij. En als je ook met Duitsers praat,
die op ministeries werken en zo. En die hebben dan steeds vergaderingen. Want dat hebben ze allemaal, hè, de hele tijd. Uitwisselingen met mensen van Franse ministeries en zo. En dan, altijd die opmerkingen van die Duitsers. Ja, dan komen wij daar met 3 man en dan komen er 77 Fransen. Dat soort dingen. Die kunnen nooit iets beslissen. Het is allemaal veel te veel romslomp, gedoe. Maar goed, dat is scheef. En ze hebben heel lang, hebben ze net gedaan alsof dat niet zo was. Hè? Merkel die raadpleegde dan zogenaamd Sarkozy en Hollande ook nog wel. En ze hielden de schijn op. Maar ja, het waren de Duitsers die met heel veel tegenzin de leiding van Europa op zich namen. Omdat de Fransen gewoon er niet waren. Nooit met ideeën kwamen, niks voorstelden, heel erg met zichzelf bezig waren. Macron begrijpt dat als je iets wil in Europa, en hij wil dat, dat je dat alleen maar kan doen door je eigen land sterker te maken. Dus je kan, zoals Sarkozy altijd deed, de rol weer opeisen van hè, La France, dit en dat, en we zijn zo machtig en iedereen moet naar ons luisteren. Of Hollande, die ruzie maakte met Cameron, wie de eerste airstrikes in Libië kon uitvoeren, dat soort van macho spelletjes. Macron begrijpt dat hij eerst de problemen in Frankrijk moet oplossen, voordat hij Europees weer invloed kan krijgen. En dat vind ik het interessante van Macron. Ik denk dat hij redelijk eind kan komen, ja. Dat denk ik wel. En gaat het hem lukken om de problemen in Frankrijk op te lossen? Dat is nog een hele interessante vraag. Maar de vragen zijn eigenlijk aan de zaal. Dus Erwin? Ja. Vlak na de Koude Oorlog ging die uitbreidingsdiscussie eigenlijk even bij de EU over widening of deepening. En u zei net van ja, Nederland stond ook aan de Britse kant. Nou, misschien voor wat betreft de visiegraadlanden wel, maar ik had de indruk dat Nederland op een aantal gebieden toch wat meer voor deepening was dan voor widening. Maar uiteindelijk de Britten hebben gewonnen met die widening. Moet in het kader van de rekening voor de Brexit ook nog een extra nota gestuurd worden voor, laten we zeggen, Roemenië-Bulgarije? Ja, nou, ik denk dat meneer Barnier daar niet eens, de man die de onderhandelingen doet namens de lidstaten, dat hij daar niet eens over durft te beginnen. Maar het is absoluut waar dat de Britten als gek hebben gepusht voor de uitbreidingen. En vervolgens kregen zij dat het gevolg dan is dat een aantal mensen uit Oost-Europa bij jou komen werken. Ja, dat had je gewoon kunnen zien aankomen natuurlijk. Ik zal het idee eens doorspelen naar Brussel. Misschien vinden ze het wat. Ja, volgende vraag. U had het net over dat scharnierjaar 2009. Over het scharnierjaar 2009 bij de Britten. In hun houding naar Europa. En u weet dat aan de eilandenmentaliteit onder andere. Maar was het ook een reactie op de economische crisis van 2008? Ik denk dat heeft meegespeeld. Maar ik denk dat het anders ook was gebeurd. Dan was het misschien ietsje later gebeurd. Want dat proces van langzamerhand uitchecken was al in volle gang. En nu hoor je ook vaak, ja, ik kom er af en toe in Engeland en mensen zijn heel erg boos. And you want to punish us. Ze van, nee, ik bedoel, jullie wilden weg. De meeste Europeanen wilden jullie helemaal niet kwijt. You want to punish us. En dan gaan ze dus alles opsommen wat er slecht is in de Europese Unie. En de crisis hoort daar natuurlijk ook bij. Maar ze maakten daar eigenlijk geen deel van uit. Kijk, de bankencrisis, de eerste banken zijn omgevallen in Groot-Brittannië in 2008. Dus wat dat betreft kunnen ze er zelf ook wat van. De eurocrisis hebben ze geen deel aan gehad om de simpele reden dat ze de euro niet hebben. Dus het heeft hen niet heel erg geraakt. En eerlijk gezegd heb ik alleen maar gezien dat de Britten tijdens die eurocrisis, ook in Brussel, voor zover ze bij de les waren, de eurolanden hebben gemaand om diep te integreren, om die crisis op te lossen. Dus, ja. Volgende vraag, ja. Erwin. Ja, ik wil u graag 2 dingen vragen. In de eerste plaats, in het begin hebt u gesproken over de migratieproblematiek. Nu lezen we dat het aantal vluchtelingen wat in Italië aankomt de laatste 1,5-2 maanden significant is gedaald. Het lijkt een vrij schimmig geheel. Weet u
Dat hebt u misschien nog niet over geschreven, maar weet u wat er speelt, hoe dat komt? En de tweede vraag is, als we ervan uitgaan dat de CDU over 3 weken wint in Duitsland, Angela Merkel opnieuw premier wordt en wellicht gaat samenwerken met Frankrijk, er is net even over gesproken. Wat zou in dat kader de beste Nederlandse opstelling kunnen zijn? Ervan uitgaande dat Duitsland en Frankrijk na de verkiezingen van Duitsland een aantal stappen willen gaan zetten. Okay. Wat er volgens mijn informatie aan het gebeuren is in, tussen Libië en Italië, is dat tot nu toe is de Libische kustwacht, die overigens door de Europeanen getraind is, die zijn goed getraind en die hebben nu ook hun equipment die ze nodig hebben. Alleen die mensen, omdat ze een tijd lang op training waren, zijn ze allemaal hun bijbaantjes kwijtgeraakt. Dus die mensen zijn daarmee, die krijgen nu alleen nog maar hun salaris, wat heel laag is. En dus die zijn daarbij omkoopbaar geworden voor de smokkelaars. Dus het grote probleem was in Libië dat die hele kustwacht tegen betaling al die migranten op bootjes heeft gezet en ze heeft doorgelaten. Wat de Italianen nu hebben gedaan, die dat zeg maar, nou ja, een jaar of zo hebben aangezien en die dat alsmaar erger zagen worden. Kijk, de Italianen hebben natuurlijk vroeger daar gezeten, dus die kennen hun Pappenheimers een beetje in Libië. Dus die hebben die kustwacht op hun beurt steekpenningen betaald. Ze hebben ze miljoenen betaald, zodat ze nu in plaats van migranten doorlaten, migranten stoppen. Dat is wat er gebeurd is. En nu zie je dus dat mensen weer ergens anders heen moeten. Ja, het is zo cynisch als het maar zijn kan, hoor. Nu zie je dus dat mensen weer, de migranten weer ergens anders. Dus die proberen het nu weer via Spanje en zo. Ja, en zo, je moet dus eigenlijk per land, zou je dat op, dit is natuurlijk geen nette manier, maar de Italianen zagen kennelijk geen andere uitweg. Goed, dat is het antwoord op je vraag. Tweede vraag is, wat moet Nederland als Frankrijk en Duitsland weer goede vrienden worden? En als daar ook dus weer wat uit voortkomt, politiek gesproken. Ik denk dat ze zich daar in Den Haag heel erg van bewust zijn. Dat dit kan gaan gebeuren en waarschijnlijk ook zal gaan gebeuren. Het antwoord is natuurlijk dat je dan heel erg goed voorbereid naar Brussel moet. Want Nederland alleen kan niks. Je ziet nu dat de Benelux-banden worden geïntensiveerd. Dat gebeurt al ietsje langer. Maar dat Nederland dus ook met een hoop andere landen heel erg duidelijk moet kijken naar wat willen wij daarvan, wat willen we daar niet. En voor zover we het niet willen, hoe kunnen we bepaalde kantjes eraf vlakken. Wat zegt u? Of constructief meedenken en meewerken met Frankrijk en Duitsland. Constructief meedenken. En ik denk dat je... You have to choose your battles. Als je bij alles loopt te toeteren van dit willen wij niet en hebben geen vergezichten, dan kom je natuurlijk helemaal nergens. Dus je moet heel goed... Je moet eigenlijk nog meer investeren in de teams die je in Brussel hebt zitten en in je diplomatie, om te zorgen dat je bepaalde dingen je kant op kunt buigen. Ja, volgende vraag. Identiteit valt het een in verschillende delen die op hetzelfde moment naast elkaar kunnen bestaan. Zo ben ik bijvoorbeeld Utrechter en student. In hoeverre ziet u een federale Europese identiteit en hoe uit die zich? Wauw. Hoe uit die zich? Ja, ik zie vooral een Europese identiteit in Brussel eigenlijk. Waar mensen van gekkigheid vaak niet meer weten waar ze vandaan komen. Waar mensen met twee identiteiten, twee nationaliteiten, pardon, en multiple identiteiten met elkaar trouwen en dan kinderen krijgen die toevallig in België opgroeien. Maar geen enkele Belg kennen, bij wijze van spreken. Daar zie je echt een Europese identiteit ontstaan. Grappig genoeg zie je het ook wel een beetje in Londen. Dat is echt zo'n plek waar identiteit eigenlijk niet zo heel erg veel toe doet in zo'n metropool. Maar in een heleboel andere steden, en met name op het platteland, is het
is er wel in Europese identiteit, natuurlijk. Maar het is, je ziet daar niet zo heel veel uitingen van. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel Europeanen die Europese identiteit vooral voelen als ze buiten Europa zijn. Voor mij, de eerste keer dat ik me in ieder geval van bewust ben geweest, is toen ik in het Midden-Oosten woonde en ik ging naar Jordanië. En daar was ik eregast ergens bij Bedouinen. En die boden mij dus die gingen een lam slachten. En dus die boden mij de ogen van dat lam aan. Mocht ik die ogen eten, dacht ik. En dan, ja, daar kan je ook geen nee tegen zeggen, want je beledigt dan die mensen tot in het diepst van hun hart. En die doen dat allemaal voor jou. En, ja, en dan besef je eigenlijk van uit wat een andere cultuur je komt. Het is maar een heel klein gek voorbeeldje hoor, maar. Ik denk dat u gelijk heeft dat er een heleboel lagen zijn. Ik ben al meer dan 20 jaar uit Nederland weg. Ik ben net in 94 vertrokken. Maar nog steeds, als ik een Nederlander tegenkom, waar het ook is, ter wereld, ik kan op een kilometer afstand, nou, ik maak wel eens een foutje hoor, maar ten eerste kan ik al zien dat het een Nederlander is. En ten tweede, als hij dan ook nog zijn mond open doet, dan kan ik het redelijk plaatsen. Je hebt een soort sociale antennes in je land die je nooit in een ander land zo gefine-tuned. En het is dus nog, sinds ik ben, Nederlands is echt heel erg veranderd, maar ik kan het nog. Het is iets heel mysterieus. En ik hoor dat ook van anderen. Dus maar je blijft altijd Nederlander. Ja, nu zijn we van de Europese identiteit naar de Nederlandse identiteit teruggeschoven. Mm-hmm. En als ik het antwoord op de vraag goed begreep, dan ontstaat een echte Europese identiteit alleen maar door gemengde Europese huwelijken. Of was dat niet de gedachte? Nee, ik denk dat je ook. Maar ik denk dat je kijk, als je in Nederland bent, de politiek is puur Nederlands. Hè? Alsof de rest van de wereld bijna niet bestaat. Nou ja, Amerika een beetje en Trump en zo. En de Brexit. Maar alles is heel erg Nederlands. Ik zit dan nu in Noorwegen en ik kan geen hoek omslaan. Of er staan weer foto's van politici, want die hebben binnenkort verkiezingen. Ja, die kopiëren ongeveer alles wat Europa doet, kopiëren zij. Want dat ze moeten wel, want ze zitten in Schengen, ze doen mee aan de interne markt. Maar alles is Noors daar. Als die mensen door Europa reizen, als de Nooren door Europa reizen, dan voelen ze zich ongetwijfeld redelijk Europees. Want heel veel dingen zijn dus puur hetzelfde. Hè? Je verhuist van Oostenrijk naar Noorwegen. Het zijn twee totaal verschillende landen met hun eigen hang-ups en hun eigen eigenaardigheden. Maar ze hebben allebei verkiezingen, ze zijn allebei aan het bezuinigen, ze hebben allebei alleen maar discussies over wel of niet een hijab voor een nieuwslezer op de televisie, etc. Exact dezelfde onderwerpen. Dus we hebben, het amuseert mij altijd enorm, we hebben ontzettend veel verschillen, maar we hebben ook ongelooflijk, die vergroten we ook altijd heel erg uit. Ook door de manier waarop we ons politiek georganiseerd hebben. En ik denk dat je daaraan, dus dat we allemaal redelijk Europees zijn uiteindelijk. Net zoals je ook uit een dorpje komt en dan pas ben je een Nederlander en vervolgens ben je Italiaan, ben je Europeaan. Het zijn de Russische poppetjes. Het zit allemaal een beetje in elkaar. Er zijn hiervoor nog minstens drie vragen. Of ja, precies. Ik ga even peilen aan die kant van de zaal, aan de rechterkant. Wie heeft nog een vraag? Ja? Velen. Okay, dat, misschien gaan we, afspreken, dat we afspreken dat we de vragen zo kort mogelijk formuleren en aan Carolien vragen om ze ook zo kort mogelijk te beantwoorden. Ja, dan doe ik er hier nog drie en dan ga ik daar ook nog... Eén vraag per persoon. Precies. Finland is lid van de euro, maar niet lid van de NAVO. Ze is heel lang onder Russische dominantie geweest, wilde niet bij de NAVO horen, heeft een balancing act tussen Oost en West. Wat belette de andere Europese landen dat ook te doen? Poetin is een man van woord en niet van geschriften. Ik begrijp je vraag niet. Wat belette andere Europese landen om wat te doen? Oost-Europese landen om het ook te doen. Om wat ook te doen? Niet bij de NAVO te horen. Finland is niet bij de NAVO, ja. Heeft Finland... wel de euro... heeft een balancing act tussen Oost en West en is heel lang lid geweest of onderdeel van Rusland geweest. In 1917 pas onafhankelijk geworden. Ja. Finland en Oostenrijk hebben heel veel gemeen. De Russische troepen hebben zich
Nee, ik moet anders zeggen. In Oostenrijk heb je 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben de Russische troepen zich pas teruggetrokken. Op 1 voorwaarde. Namelijk dat de Oostenrijkers neutraal zouden blijven. Dat hebben ze ook altijd gedaan. Ze zijn niet bij de Europese Unie gegaan, ze zijn niet bij de NAVO gegaan. Ze zijn in zekere zin gold hetzelfde dilemma. Hè, een neutraal land gold voor Finland. Toen de perestroika kwam, de eerste buitenlandse reis van Gorbachev ging naar Finland. Toen heeft daar de Fin wilde heel graag bij de Europese Unie. Toen heeft een Finse journalist aan Gorbachev gevraagd: mag Oostenrijk bij de Europese Unie? En de vraag was natuurlijk, mag Finland het? Maar dat durfde hij niet. Dus ze zei, mag Oostenrijk bij de Europese Unie? Toen heeft Gorbachev, die daar kennelijk nog totaal niet over na had gedacht, die heeft gezegd, ik zie niet in, waarom niet? Dit is op de Russische televisie uitgezonden. De Oostenrijkse ambassadeur in Rusland, van wie ik dit verhaal heb, heeft toen als een gek een rapport gemaakt voor Wenen. En toen is het hele circus in gang gezet. Maar het is natuurlijk ook geregistreerd in Finland. Beide landen zijn geen lid van de NAVO geworden nog. Omdat ze, in ieder geval in Oostenrijk, omdat ze bang zijn om de Russische beer op zijn staart te trappen. Die willen dat niet provoceren. De EU was eigenlijk al een hele stap. Dus zij zitten in een heel ander verhaal dan de andere Oost-Europese landen. Momentje mevrouw, momentje. Wat belette dan Polen en de andere Europese landen om het ook te doen, niet hetzelfde te doen? De andere Europese landen zijn Oost-Europese landen zijn meteen lid geworden van de NAVO. Want die hebben Volgens mij gaan we naar de volgende vraag. Goed, dank voor uw komst. U had het er al net over dat de Britten eigenlijk nooit onvoorbereid naar een meeting gaan. Dus dat is een onvoorbereide Britse diplomaat die bestaat. En dan gaat mij de vraag eigenlijk, komt er naar boven. Hebben de Britten een plan voor Brexit? Of is deze chaos die er heerst, is dat maar een spel? Wat ik begrijp is dat er binnen de... Nee, ze hebben niet echt een plan voor Brexit. Ze hebben een hele tijd zelfs gedacht dat je lid kan zijn, dat je gewoon mee kan doen op de interne markt. En dat je dan, maar dat je je niet aan de regels hoeft te houden. Dat hebben ze dus heel lang gedacht. We blijven wel lid van de interne markt natuurlijk. Net als Noorwegen. Ja, maar dan Noorwegen beslist niet mee. Dus die moet alle regels die in Brussel besloten worden door de lidstaten... Alle regels moeten de Nooren zonder enige zeggenschap omzetten in hun eigen nationale wet. Oh, zei de Brit toen. Oh, ja, nee, maar dat willen wij dus juist niet. Hè? Dus nou goed, dan toch maar niet lid van de interne markt. En zo langzamerhand begint die kennis een klein beetje door te dringen. En nu zie je dus dat er ook binnen de regering dat er enorme meningsverschillen ontstaan. Dus ze hebben volgens mij geen idee waar ze heen gaan. Dit hoor ik van mensen die dagelijks met hen te maken hebben. Ja, Cameron heeft dat referendum natuurlijk ook alleen maar beloofd omdat hij dacht dat hij anders de verkiezingen niet zou winnen. Ja. Omdat hij dacht dat anders de Labour-partij uit elkaar... De Tories uit elkaar zou vallen. Het is goed, nog enger. Ja, precies. Het is dus een partijverhaal. Dus er was natuurlijk ook nooit een helder plan bij Cameron toen hij dat referendum besloot. Paniek. Ja. Korte vraag. Allereerst veel dank dat u de tijd neemt om met ons in gesprek te gaan vanavond. En ik hoop dat u in Oslo net zoveel inspiratie gaat vinden voor uw columns in de toekomst. Dan mijn vraag in het verlengde van een vraag die al eerder werd gesteld vanavond over Frankrijk en Duitsland. Voor Nederland is de EU ook een soort middel geweest, zou je kunnen zeggen, om de macht van grote landen te kanaliseren in een systeem van spelregels, laten we zeggen. Soms werd het Nederlandse belang meer gediend door ons achter het VK te scharen en soms door mee te gaan met Duitsland of Frankrijk. En nu het VK weg is, hebben we andere bondgenoten nodig, dat zei u ook al. En dat leidt ertoe dat er minder ruimte is voor euroskepsis aan Nederlandse zijde. En tegelijkertijd zien we dat Frankrijk en Duitsland juist vooruit willen. Denkt u dat een nieuw kabinet straks voldoende draagvlak vindt om met deze situatie om te gaan? Dat is een hele goede vraag. En een kort antwoord.
Ik denk dat dit een van de dingen is die een heel belangrijke rol spelen nu bij de kabinetsformatie. Sterker nog, die voor een deel verklaren waarom de kabinetsformatie zo lang duurt. Hebt u insight? De vraag is of... De vraag is wat voor rol het feit dat de Fransen en de Duitsers aan meer Europa willen gaan werken, wat voor rol dat in de Nederlandse politiek speelt. Kan Nederland minder eurosceptisch worden? Maar ik denk dat Rutte, die waarschijnlijk natuurlijk hoogstwaarschijnlijk een nieuw kabinet gaat leiden, geen eurosceptische partijen in de regering wil. En dat dit een van de moeilijke punten is. En dan kun je D66 en de ChristenUnie laten vechten over allerlei onderwerpen die schijnbaar belangrijk zijn, maar die eigenlijk er meer om gaan wat de ChristenUnie, wat de Europa-politiek van de ChristenUnie is. En weten we dat? En hij laat dat gevecht door D66 voeren. Nou, ik heb wel indicaties dat meespeelt, ja. Maar dat is typisch Nederlands. Wij zeggen dat niet. En dat is een enorm probleem natuurlijk. We staan altijd in een spagaat tussen volwaardig in het hart van de Europese samenwerking staan. Maar we spelen eigenlijk de rol van criticus, constant. En dat is heel intellectueel, is dat heel nuttig en ook heel goed. Tegelijkertijd loop je het risico dat je de kritiek zelf gaat belichamen. En dat je dus eigenlijk niet meer goed kan functioneren. En dat is een heel interessant spanningsveld waar je in de Nederlandse politiek niet over spreekt. Dus een taboe, bedoel ik. Een laatste korte vraag. Ik hoop dat ik het kort kan houden. Een klein jaartje geleden hebt u een column geschreven waarin u het boek van Ulrike Gero aanprees. Waarom Europa een republiek werden moest. Daarnet, helemaal in het begin, zei u het grootste probleem is het nog steeds het blijvende nationalisme. Ziet u daar in dat boek, wat zij heeft aangereikt, mogelijkheden om die nationale gevoelens te overbruggen? En hoe denkt u dat te kunnen aanpakken? Ik denk dat het boek van Ulrike Gero, de Europese Republiek, volgens mij is het nu in het Nederlands verschenen, hè? Of het zal binnenkort verschijnen, zoiets. Ja, wat haar dwars zit, is dat Europa, is dat dat de politiek zo nationaal is gebleven en dat we Europees zoveel kunnen doen en ook zo mooi zouden moeten doen, maar dat daar, ja, dat de nationale politici daar gewoon geen ownership voor hebben, dat probleem. Dus daar ben ik het eens met haar. Zij wil blijven dromen. Dus zij heeft eens opgeschreven, en zo is dat boek ontstaan, wat er zou gebeuren als wij allemaal zouden zeggen, donder maar op met die nationale regering en de nationale politiek. Wij gaan gewoon, hè, je ziet toch nu steden die met elkaar samenwerken en heel veel dingen met elkaar delen, ook al ligt er een landsgrens tussen. Hek, daar gaan we gewoon mee door en dat is ons Europa. Nou, dat is een heel erg interessant boek geworden, maar ook het boek van een dromer en dat geeft zij zelf ook wel toe. Dus ik denk ik zie het er niet van komen. Maar als gedachteoefening vind ik het wel heel nuttig en dit is ook goed als mensen het lezen. Denk ik. Want het maakt toch dat je weer even anders tegen dingen aankijkt. En daar kan je op een dag kan je daar wat aan hebben. Caroline, ik vind het geweldig dat je deze avond voor ons wilde uittrekken. En misschien een heel kort slotvraagje. Nou, ik lees altijd met groot genoegen je columns in de NRC natuurlijk. Die waren vanuit Weens en Centraal-Europees perspectief. Nu ga je naar Oslo. Gaat dat betekenen dat je over hele andere onderwerpen gaat schrijven? Of wat moeten wij verwachten van je publicaties in de NRC?
Nou, als het goed is, merkt niemand er iets van. Oh. Ik heb een aantal reisjes alweer geboekt voor de komende maanden. Ik zit in Barcelona, ik ga naar Warschau, ik zit in Wenen, in Berlijn, in Parijs. Dus in Brussel natuurlijk. In Den Haag, in Amsterdam. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat ik eigenlijk helemaal niets in mijn werk hoef te veranderen, terwijl ik van land verhuis. Dus we krijgen geen Noors perspectief in wat je gaat schrijven? Nou, een heel klein beetje misschien, want Noorwegen is super interessant. Ja. In het hele Brexit-verhaal en wat voor constructie ze gaan vinden. Ja. Maar dat was Zwitserland ook, waar ik ooit gewoond heb. Dus iets. Nou, ik ben benieuwd naar wat er allemaal nog geschreven gaat worden. En ik vraag u een hartelijk applaus voor Caroline. En ook een klein applausje voor Herman Philipsen trouwens.